Getitter mee. Opgepast hier, we zien er dan af met de druk te volgen. Dat is op 15 seconden. Wat? Nog 1600 jongens? 1600? Ik heb voor jullie een beetje een handje dat ze er een beetje van maken. Ik heb voor 1400 jongens om wat we willen doen. Dat is een beetje een handje. Ik ben niet in de vuur. Nee, die man die aanpakken ze. Ja, maar niet, ik moet zien dat dat ding is.
zijn. De premie, jongens. Premie van 20 euro voor de eerste A-redder. Premie van 20 euro voor de eerste A-redder. Dat is de renner met het nummer 20, het witte nummer 20, Stijn de Rombout. Stijn de Rombout, die de eerste premie in de wachtwet. Ik zal het voor hem geven. Zijn er nog bij die willen meevliegen? Ik vlieg naar de zon. Dan slaap! Ik spring wel goed. De renners met de gele nummers en de groene. We komen op 9 ronden van het einde. Hola. Premie voor de eerste B. We hebben 20 euro geschonken door de steenhouwerij Eggers. Premie van 20 euro. En we krijgen hier het gele nummer 4. Bart Berghans, die de premie in de wacht heeft. Nog 9 ronden, jongens. Nog 9 ronden, we komen half wedstrijd. Half wedstrijd in deze grote prijs, Café de Vitesse daar. Nog 9 ronden. We hebben hier een klasse. Dat is mijn bakker. Zo zat je met drie in de bakker. Voilà, we krijgen hier twee kompallen. We komen op 6 ronden van het einde, jongens. 6 ronden van het einde. We krijgen hier niet meer. Kom maar vanaf, hoe is het de groep? Het is niet eens, maar dat is even, hè. Dat is ook 40 seconden. Christophe Vrijen van het peloton. Dat is ook 29 seconden. Nog 6 ronden, jongens. Nog 6 ronden. En tot ziens toe. Dus 6. Volgende ronde, premie van 30 euro, jongens. Volgende ronde, premie van 30 euro. Premie van 30 euro. Volgende ronde, premie van 30 euro. En hier achteraan Wim van de Koen. 19 koplopers. Met Thomas van der Meer. Met Nog 5 ronden, jongens. Dat is op 45 seconden. Nog 5 ronden. 40. Volgende ronde premie, de superpremie, 50 euro. Volgende ronde premie van 8. Volgende ronde premie van 50 euro, jongens. Denk erom. We hebben hier onze twee compagnons die erbij gekomen zijn. Jorrit Hendricks. Nog 3 ronden, jongens. De 290 Kahoen Wouter. Wouter van Lien. Nog 3 ronden. Uffel, Dave Brouwlands en 2-24.
van Uffel, Dave Gellon en Jim Oekman. Laatste ronde, jongens. Laatste ronde. Laatste ronde. Derde toer, let's up. Laatste ronde. De laatste ronde, Jasper van Immer, de laatste ronde jongens. Dat is op 1 minuut en 10. De laatste ronde, we krijgen hier bij Benny van der Uyra. De laatste ronde voor het nummer 200, Wim van Avond. De laatste ronde, geen goed. Laatste ronde. Laatste ronde. Laatste ronde. Laatste ronde. Die overneemt en dan aankomstjes. Van Nuffla. Aankomstjes. Ja, bro. Dat is Dave Rijlands die wint. En dan hebben we hier nog Nick de Weert, die vierde wordt. Aankomst, jongens, aankomst! Te bereid te houden. Aankomst. Met Jorrit Hendricht hier nog de leiding. Aankomst. Jorrit Hendricht. Krijgen hier een krijgen hier Benny van der Uyra. Oké, onder. Aankomst, jongens. Oké, we doen goed vast. Niet voor die druk, maar die teenslippers. Aankomst, jongens. Krijgen hier Wouter de Wieser nog aankomst. Aankomst. Jan Buskaart. Kerry Metzel. Voilà. Voilà. De bloemen voor onze overwinnaar Dave Breilands. De tussen erbij. En dan de winnaar in onze B-categorie, Wim van Uffel. Dave Willem, proficiat. Ja, juffrouw, zit er maar bij voor de foto's. Ja, kom er maar bij. Nog even wachten, de jongste teller van de familie Vrijlands, er nog bij. Oh ja, die koets, dat moet goed. Dat is de, ja, kom op. Allee, voilà. Allee. Ja, bij de papa. Zie je, gaan niet zo naar. Gezien de juffrouw, die gaan niet naar ieder wie het, nee. Voilà, alleen naar de papa. De paardenmolen, wat interesseert hem meer. Dave, proficiat Willem. We krijgen hier een spannende wedstrijd. En dan met z'n drieën weg. En dan gezwind rondgedraaid. Met dit warme weer, dat moet niet evident zijn. Nee, dat was op het einde was stervende zwaan. Dat hebben we achteraan het peloton gezien. Vooraan ging dat iets beter. Willem, ja, moeten we zeggen, maar
de sterkste heeft gewonnen, want ze keken allemaal een beetje naar Deven. Normaal, hè? Ja, dat is normaal. Dat is normaal, want ze hadden niet komen, maar je gaat er niet over. Nee, ik zat met krampen al. Ik heb normaal gezien weten we dat dat niet van de rapsen is. Zo hard kan fietsen, maar dat hij niet van de rapsen is. En dan dat Wim gewoonlijk de rapsen is. Maar ik zag u komen en dan in één keer, ja, ik moest me omdraaien met de camera. En dan Dave nog op kop. Als je met drie man twee toeren voorop rijdt, met iedereen een kop te draaien, na een zwaar koers, dan telt bijna niet meer wie de afstand is. Dan is degene die het sterkste is. En van mij, ik heb de laatste halve toer het meeste kop gedaan. Dus dan... De sterkste heeft gewonnen. Geen probleem. Voilà, je hebt het gehoord van een kenner. De hoeveelste overwinning? De derde. De derde. Dave? De tweede, 3 en 2 is 5. Maandagavond zijn we hier opnieuw van de partij. Fabrice, kijk eens.